Bij delen 4.3 van het WiskatWerkboek gaan we schatten delen. Nu hebben we het nog eigenlijk helemaal niet over schatten gehad, maar eigenlijk is het een cruciale techniek voor als je een goede rekenaar wil worden. Waarom moet je goed kunnen schatten? Ten eerste, voor de WiskatToets kan je multiple choice vragen krijgen. Schatten kan je helpen om bijvoorbeeld al twee van de vier vragen al door te schepen en ze als niet goede antwoorden aan te kunnen wijzen. En de tweede reden, waarschijnlijk de belangrijkste reden, is dat schatten je in staat gaat stellen om je antwoorden te kunnen controleren. Ik heb vaak verhalen gehoord van studenten die soms één vraag de WiskAt niet hebben kunnen halen omdat ze ergens een stomme cijferfout hebben gemaakt. Met schatten kun je dat soort problemen voorkomen. Mocht je net op het randje zitten, kan dit net de doorslag geven waardoor je de toets wel zou kunnen halen. Verder is schatten ook niet veel werk. Je hebt meestal een paar seconden een goede schatting gemaakt. Oké, laten we gaan kijken hoe we schatten kunnen inzetten bij het delen. Er zijn drie type delingen. De eerste heeft de vorm van dat je de teller door één moet delen. In dat geval is het antwoord altijd de teller. Dus het maakt niet uit welk getal je hier op de t zet. Als je het deelt door 1, dan is de teller ook het antwoord. Het tweede type wat we hebben is dat je de teller deelt door een getal groter dan 1. Het pijltje naar rechts betekent groter dan. Als je de teller deelt door een getal groter dan 1, dan wordt je antwoord kleiner dan de teller. Kijk maar naar het voorbeeld. 12 gedeeld door 6 is 2. En dat is dus minder dan waar de teller mee begon. En dan hebben we nog het derde type. Dat is als je de teller deelt door een getal kleiner dan 1. Je antwoord wordt dan groter dan de teller. Nou, kijken naar het voorbeeld. Deze kunnen we oplossen door beide getallen keer 2 te doen. Zijn we van de komma af. Krijgen we 24 gedeeld door 1 is 24. Dus we begonnen met 12 in de teller. En we eindigen met een getal groter dan 12 als uitkomst, namelijk 24. Nou, nu we deze drie typen kennen, type 1, type 2, type 3, kunnen we die nu in gaan zetten om het antwoordgebied af te gaan bakenen. 24 gedeeld door 0,3 is type derde categorie waar we delen door een getal kleiner dan 1. We krijgen daar dus een uitkomst groter dan de teller. Dus we verwachten dus bij deze deling een antwoord groter dan 24. Laat ik 24 op de getallenlijn zetten. Hier zit 0. Ons antwoord ligt dus aan de rechterkant van 24. Nu is dat een heel groot gebied, dus misschien kunnen we nog even iets snels testen waardoor we het gebied misschien een beetje kunnen verkleinen. We kunnen kijken naar wat 24 gedeeld door een half zou zijn, dus gedeeld door 0,5. Delen door een half, dat is hetzelfde als keer 2. 24 gedeeld door 0,5 zou 48 zijn. Nou, 0,5 zal minder vaak passen in 24 dan 0,3. Dus 48 is te klein als schatting voor deze deling. Dus het antwoord moet ook sowieso hoger zijn dan 48. Dus je ziet, we hebben het gebied nog een beetje op kunnen schuiven en het gebied ligt dus voorbij 48. Heb je dus deze deling uitgerekend en je antwoord ligt dus links van 48, dan weet je dus dat je een fout hebt gemaakt en moet je dus even opnieuw naar de opgave kijken en kijken waar je fout zit. Laten we naar de volgende gaan. Een type 2 deling. Dus we verwachten dat het antwoord kleiner is dan de teller, dus een antwoord kleiner dan 240. Nou, laten we iets nemen wat hier nu in de buurt ligt. Wat zou 240 gedeeld door 20 als uitkomst hebben? Je hebt uitkomst 12, die zit hier. 20 zal minder vaak passen in 240 dan 18. Dus we verwachten dus een groter antwoord dan 12. En een andere makkelijke die we kunnen proberen is 240 gedeeld door 10 is 24. Nou, 10 zal vaker passen in 240 dan 18, dus 24 zou te veel zijn. Dus het antwoord ligt dus links van 24. En nou zie je dat we het gebied best wel heel klein hebben gemaakt. Het antwoord ligt dus ergens tussen 12 en 24. Nu ligt 18 dichter bij 20 dan bij 10. Dus zal ook het antwoord dichter bij 12 liggen dan bij 24. Dus laten we zeggen dat we iets van 14 zouden verwachten als antwoord. En om te controleren kunnen we de rekenmachine pakken. 240 gedeeld door 18 is 13 een derde. Dus inderdaad, 14 was geen slechte schatting. 20 gedeeld door 0,98 is een type 3-deling, dus we verwachten een uitkomst groter dan 20. Nou, 0,98 ligt heel dicht bij 1. De uitkomst van 20 gedeeld door 1 zou 20 zijn, maar omdat we dus door een net iets kleiner getal delen, zal dit getal er net iets vaker in passen dan 1 erin zou passen. Dus we verwachten een antwoord net iets groter dan 20. Check je schatting op de rekenmachine. 20 gedeeld door 0,98. Is 20,4, net iets meer dan 20. Laatst is een type 2-deling. We verwachten dus een antwoord kleiner dan 60. Nou, 1,99 ligt heel dicht bij 2 en dat antwoord zou zijn 30.
En dan de vraag, is het net iets groter of net iets kleiner dan 30? Nou, 60 gedeeld door 2 is exact 30. En 1,99 zal net iets vaker passen dan 2. Dus we verwachten een antwoord net iets groter dan 30. Kijken we of we goed hebben geschat. 30. 30,15. Dus inderdaad net ietsje meer dan 30. Bij keersommen werkt het net ietsje anders, maar ook daar hebben we ook drie typen vermenigvuldigingen. De eerste is van het type dat je de linkerfactor met 1 vermenigvuldigt. En het antwoord is dan hetzelfde als de linkerfactor. Dus 15 keer 1 is 15. Type 2 is als je vermenigvuldigt met een getal groter dan 1. Dan krijg je een antwoord groter dan je factor. Dus 15 keer 4 heeft dus een uitkomst groter dan 15. Derde type is als je vermenigvuldigt met een getal kleiner dan 1, je krijgt dan een uitkomst kleiner dan je factor. Dus 15 keer 0,4 moet dus een uitkomst hebben kleiner dan 15. Oké, laten we kijken naar de vier voorbeelden. 0,7 keer 44. Dat is dus een type 2 vermenigvuldiging, want we vermenigvuldigen deze factor met een getal groter dan 1. Dus we verwachten dus een uitkomst groter dan 0,7. Maar omdat dit keersommen zijn, kunnen we ook de commutatieregel nu toepassen, want 0,7 keer 44 moet gelijk zijn aan 44 keer 0,7. Dus nu we de boel hebben omgedraaid, hebben we ook ineens een ander type vermenigvuldiging gekregen. Namelijk, het is geen type 2 meer, het is een type 3 geworden, want het rechte getal is een getal kleiner dan 1. Dus we verwachten dus een uitkomst kleiner dan 44. Dus ons antwoord moet dus sowieso liggen tussen 0,7 en 44. Ligt hij daarbuiten, is het antwoord niet goed. Laten we kijken of we nog iets dichterbij kunnen komen. We kunnen bijvoorbeeld een half keer 44 uitrekenen. Dat is 22. Echter, 0,7 keer 44 is meer dan 0,5 keer 44. Dus 22 is te laag. Dus het antwoord moet groter zijn dan 22. We zouden misschien ook kunnen doen 0,75 keer 44. Dat is dus 3 kwart van 44. Dat is 33. Echter, 0,75 keer 44 is meer dan 0,7 keer 44. Dus het moet ook kleiner zijn dan 33. Dus ons antwoord moet tussen 22 en 33 inleggen. Nou was die 0,75 keer 44 best wel dicht bij 0,7 keer 44. Dus ik zou zeggen dat ons antwoord ook dicht bij 33 moet liggen. Laten we checken. 30,8. Dus inderdaad redelijk dicht bij 33 in de buurt. Een belangrijk ding trouwens. Mocht je antwoord binnen dit gebied vallen, dat is geen 100% zekerheid dat het dan ook goed is. Het enige wat je weet als je antwoord erbuiten zit, is dat het zeker fout is. Als je binnen dit gebied zit, kan je nog steeds zeggen, oh, 23 zit ook binnen dat gebied, maar het is niet goed. Slechts één antwoord binnen dit gebied is goed. Dus let daarop. De volgende, 8 keer 18 is een type 2 vermenigvuldiging, want we vermenigvuldigen met een getal groter dan 1. Dus we verwachten dus een uitkomst groter dan 8. Echter, 8 keer 18 is ook 18 keer 8. Maar dat is nog steeds een type 2 vermenigvuldiging. Maar hierdoor weten we wel dat ons antwoord ook groter moet zijn dan 18. Dus we hebben nu niet een bovenlimiet kunnen vinden, maar we hebben in ieder geval de linkerlimiet een stukje op kunnen schuiven. Nou, kunnen we nog iets anders zeggen? Het antwoord moet kleiner zijn dan 18 keer 10, wat 180 is. En 8 keer 18 moet dichter bij 180 liggen dan 1 keer 18. Dus het antwoord zal wel een beetje rond de 160 zitten waarschijnlijk. In ieder geval dichter bij 180 dan bij 18. 8 keer 18 is 144. Nou ja, zag je dat ik er nog wel een beetje boven zat, maar het zat dus wel redelijk in de buurt van 160. 0,3 keer 0,25 is een type 3, dus we verwachten dus een antwoord kleiner dan 0,3. Echter, dit moet ook zijn 0,25 keer 0,3. Dit is nog steeds een type 3, maar het moet dus zeker dus kleiner dan 0,25 zijn. Dus nu hebben we geen linkerlimiet van het antwoordgebied kunnen vinden, maar we hebben wel de rechterlimiet dus op kunnen schrijven. Zeker kunnen we zeggen dat het antwoord moet zijn groter dan 0. Want 0 keer 0,25 zou 0 zijn en dit is meer dan 0. En we zouden nog een poging kunnen doen. We zouden ook kunnen zeggen dat 0,3 keer 0,5, dus de helft van 0,3 is 0,15. Dat zou te veel zijn, want 0,3 keer 0,5 is meer dan 0,3 keer 0,25. Dus het is dus ook kleiner dan 0,15. Dus je antwoord zit tussen 0 en 0,15. 0,25 is dus de helft van 0,5, dus het antwoord zit dus echt exact in het midden van deze twee punten. En is dus 0,075.
Checken met de rekenmachine. Ja, klopt. Gaan we naar de laatste. 3,98 keer 0,9 is een type 3 vermenigvuldiging. Dus we verwachten dus een antwoord kleiner dan 3,98. Wederom kunnen we ook sowieso zeggen dat het dus groter dan 0 moet zijn. Kunnen we ook weer commutatie uitvoeren. Dan krijgen we dus 0,9 keer 3,98. Nu is het een type 2 geworden, dus het moet groter zijn dan 0,9. Dus de linkergrens kunnen we opschuiven. Nou, 3,98 is bijna 4, dus 4 keer 0,9 zou 3,6 zijn. Echter, 4 keer 0,9 is meer dan 3,98 keer 9. Dus iets minder dan 3,6 zou een goede schatting zijn. 3,582, bijna 3,6 dus inderdaad. Dus schatten kan je helpen om vooraf dat je iets gaat uitrekenen, al kan bepalen wat ongeveer het antwoord zou kunnen zijn. Ik raad je dus aan, voor elke nieuwe som die je van nu gaat doen, je dus eerst een schatting maakt. En het liefst dus een ondergrens die je kan bepalen en een bovengrens. Dus dat je exact weet waar ongeveer je getal zou moeten liggen. Ligt je antwoord daarbuiten, is het 100% fout. Ligt het antwoord erbinnen, dan weet je niet 100% zeker of het goed is. Maar het is wel aannemelijk. Oké, tot zover. Ik zie jullie weer in de volgende video.